Bij een eenzijdig ongeval op het Hurkske in Erp zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. De auto reed van Boerdonk in de richting van Erp toen de man in een scherpe bocht de macht over het stuur verloor en tegen een boom knalde. In de auto zaten een 21-jarige man uit Handel en een 17-jarige vrouw uit Uden. Beiden raakten daarbij bekneld en moesten door de brandweer uit hun benarde positie worden bevrijd. Een vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis in Veghel. De man uit Handel is vervoerd naar het ziekenhuis in Eindhoven. De verkeersspecialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval.